ja, wees open over jezelf, over jouw autisme op je werk. Dat is het thema vanavond. En Mark van den Burg is mijn eerste gast. Welkom, dankjewel. Mark. Ja, wat doe je precies? Je bent majoor bij de landmacht, hè? Heb je verteld. Ja. Wat is dat? Wat houdt dat in? Nou, ik werk nu als opleider trainer bij het Lent Training Center in Amersfoort. En wat wij daar doen is dat we landmachteenheden begeleiden bij een opwerktraject om gereed te zijn. Om bijvoorbeeld op missie te gaan. En daarvoor lopen ze een reeks trainingen. En wij praten met hun over de doelen die ze willen halen en koppelen dat met hen terug hoe het gaat. En dat doen we met een groep mensen van verschillende vakgebieden. En werk jij je hele werkende carrière, moet ik zeggen, al bij Defensie? Ja. En dat is hoe lang inmiddels? Ik werk sinds 1993 bij Defensie, dus al ruim 20 jaar. Ja, ja. En de diagnose autisme, wanneer kreeg je die? Die kreeg ik in begin 2013. Dus dat is nog maar relatief kort geleden. Ja, dat klopt. Ja. En hoe kwam dat zo? Dat is een langzaam proces. Ik heb zelf besloten om een diagnose te vragen. En dat kwam eigenlijk omdat ik... het kwam wel eens met collega's ter sprake. En ik, misschien ook omdat ik wat ouder werd, ging ik meer over mezelf nadenken. En ik kreeg ook wel hele gerichte dingen terug uit mijn omgeving. Bijvoorbeeld, je vertelde altijd over hoe het met je kinderen gaat, maar je vraagt nooit aan mij hoe het ging. Of manieren waarop ik met sommige situaties omging, die zetten mezelf aan het denken. En toen heb ik bedacht van, ik wil eigenlijk weten wat er precies aan de hand is. En toen ben ik... Had je zelf al een vermoeden dat het... Ik had al een vermoeden, ja. En dat wou ik bevestigd zien eigenlijk. En toen die diagnose kwam, was dat een opluchting of was dat toch wel een klap? Het was geen klap. Het was meer een soort bevestiging. Er vallen heel veel dingen op een plek. Je kunt veel dingen verklaren over jezelf, over hoe dingen in je leven gegaan zijn. Aan de andere kant denk je wel van... Oké, ik heb autisme, dus ik ben zo. Maar daar heb ik me alweer vrij snel van losgemaakt. Want hoe je bent, dat kun je het beste zelf ontdekken. Ja. Je diagnose is niet wie je bent. Nee. Dat is een startpunt om verder te gaan met je eigen ontwikkeling. Inzicht te krijgen, ja. Ja, het geeft inzicht, het geeft een verklaring. Maar het is niet wat je bent. Nee. Dat bepaal je zelf. En toen kwam je denk ik voor de vraag te staan van... en hoe ga ik dat nou aan mijn omgeving vertellen? Ja, thuis lijkt mij is een kleiner probleem. Tenminste, ik neem aan dat je daar al wel goed kwijt kon, dat verhaal. Maar ik heb het over je werkgever. Hoe pakte je dat aan? Ik heb tijdens het nadenken over mezelf, over het proces van diagnose vragen en uiteindelijk dat traject ingaan, heb ik het al met enkele collega's besproken. Dat heb ik dus meegenomen in wat er met mij gebeurde. Op de hoogte gehouden van de voortgang en uiteindelijk de uitkomst. Dus voor hem was het geen verrassing. En was het ook lastig om dat onder woorden te brengen? Kon je daar ook de juiste woorden, de juiste zinnen voor vinden? Zodat zij dat begrijpen? Nou, wat ik merkte aan mezelf is dat ik heel erg... je gaat natuurlijk... zeker als het jezelf betreft, ga je er ontzettend veel over lezen. Maar wat je leest is lang niet altijd adequaat. En dat gaat heel veel over dingen die mensen met autisme niet kunnen. En zo begon ik eigenlijk ook over mezelf te praten. Dat heb ik ook weer losgelaten. Ja, en uiteindelijk de goede woorden gevonden en dat dus een andere verteld. En kwam dat over? Het verschilt per persoon hoe het overkomt. De ene zegt, wat erg en wat vervelend voor je. De ander zegt er eigenlijk niet zoveel over. Die neemt voor kennisgeving aan. En bij anderen leidt het tot een betere samenwerking. Maar dat moet van twee kanten komen. Ja. Dan heb je daar ook een baas, denk ik. Een commandant of misschien nog hoger. Ik ben niet helemaal thuis in de rangen in het leger. Hoe werd er aan de top gereageerd? Nou, in het begin dat ik net mijn diagnose had, ik dat uiteraard wel verteld aan mijn leidinggevende. Maar ik met mijn werk ging het op zich wel goed. Dus eigenlijk was het geen issue. Nee? Zolang mijn werk goed ging. Prima, Mark. We houden er rekening mee en we gaan door. Nou, als mensen weten hoe ze er rekening mee moeten houden. Dus dat is wel iets wat later bij mij kwam. Van ik wil er iets mee. In het begin ging het gewoon door. En dan loop je er vooral zelf mee. Ja.
En dan wil je er iets mee doen. En dat ben je ook gaan doen. Ja, ja, ja. Ja. Wat ben je gaan doen? Nou, ik ben om me heen gaan kijken. Zijn er andere mensen met autisme? Hebben die zich georganiseerd? Ik kwam bij PAS terecht. De Vereniging voor Volwassen Mensen met Autisme. Daar ben ik actief in geweest. En ik kwam in de Ervaringsraad van het Leo Kannenhuis Nederland. Ik kwam bij Vanuit Autisme Bekeken. Project waarin ik actief heb gedaan, meegedaan aan sommige werkgroepen. Om ook mijn eigen inzichten en het perspectief van iemand met autisme te delen met anderen. Ja. Daarover na te denken en dingen te ontwikkelen. Ja, nou werk jij bij Defensie. Daar denk ik van, dat is bij uitstek een organisatie die houdt van strakke regels, veel structuur. Dat moet eigenlijk een heel prettig klimaat zijn voor mensen met autisme. Nou, in ieder geval, het is voor mij een prettige omgeving. Ik weet niet of dat door mijn autisme komt. Dat zou best wel kunnen, want we hebben inderdaad veel structuur bij de landmacht. Het is altijd duidelijk wie de baas is. We hebben heel veel regels waar we aan ons moeten houden. Maar we werken ook in teamverband. Je werkt altijd met mensen samen. We zijn wel heel erg taakgericht. Waardoor hoe je bent een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Want het gaat vooral om dat je samen het werk doet. Ja. En dat is eigenlijk het hoofddoel. En dat doe je zoals de commandant dat wil. Ja. Dus voor mij is dat een prima omgeving om ook als mens met autisme toch goed te kunnen functioneren. Ja. Is autisme ook een issue bij Defensie? Is daar beleid op ontwikkeld? Nee, ik ben best wel op zoek geweest. Ik heb ook gepraat met mensen over ons beleid. Er is wel diversiteitsbeleid, maar dat gaat vooral over mannen, vrouwen, godsdienstige voorkeur, seksuele geaardheid. Daar is ruimte voor, daar is ook beleid voor. Daar staan we ook als landmacht, zijn we daar best wel ver mee. Of als krijgsmacht eigenlijk. En het enige wat we hebben op het gebied van psychische diversiteit is vooral heel veel aandacht voor PTSD. Dus dat is best wel een beroepsgerelateerde aandoening. Ja. Bij ons, dus daar wordt heel veel ingestoken in onderzoek en preventie, voorlichting, herkennen. Ja. Maar daar houdt het eigenlijk op. Ja. Maar is het nu zo dat jij... dan moeten we even terug naar een ander aspect. Want jij bent ook ambassadeur nu voor autisme. Wat houdt dat in? Dat houdt in. Ik ben dat geworden door VAP. Die hebben een deelproject werk. En dat gaat juist over ambassadeurs in grote organisaties. En dat houdt in dat ik probeer bij te dragen aan een meer genuanceerdere beeldvorming. En dat ik laat zien dat je als mens met autisme ook als leidinggevende of ook als collega gewoon wel kunt functioneren. Ook in een organisatie als de landmacht. Dat houdt in dat ik het bespreekbaar maak. Dus dat ik eigenlijk laat zien dat het helemaal niet erg is om het te hebben. Sterker nog, dat je er beter wel over kunt praten dan dat je het verzwijgt. Ja, en dat doe ik met mezelf als voorbeeld. Ja. Ja. En dan vertel je over jezelf en hoe je dat hebt aangepakt en hoe je dat doet. Ja. Dat is grappig, want je bent vanmiddag op zo'n cursusdag geweest. Hè, voor klopt. Wat was het doel van vanmiddag? Vanmiddag heb ik mijn ervaringen als ambassadeur en vooral hoe ik het aangepakt heb binnen mijn organisatie. Dus hoe ben ik nou, wat heb ik nou allemaal gedaan om ambassadeur te worden? Dat heb ik gedeeld met de ambassadeurs in SPE. In wording, ja. 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 Want hoe groot is die groep ambassadeurs inmiddels? Heb je een idee? Ik denk dat we, dit is nu de vierde groep mensen die opgeleid worden. Dus ik denk dat we al aan de ruim 30 zitten die echt actief bezig zijn. Ja. En dan heb je het echt over mensen, dan heb je het over grote organisaties ook. Hè? Ja. Het zijn mensen die in grote organisaties het onderwerp op de kaart zetten. Ja. Of willen zetten. En die ook streven naar beleid, denk ik, hè? Wat ontwikkeld wordt. Sommige mensen doen het omdat ze, omdat ze zelf iets over willen vertellen. En dat wordt dan langzaam wat groter. En anderen die proberen echt aansluiten bij het diversiteitsbeleid van de organisatie. Dat is ook wat ik ook probeer. Ik probeer het begrip diversiteit te verbreden. Mm-hmm. Hè, zodat je een inclusieve organisatie krijgt. Ja, en wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld ook autisme en misschien ook andere, ADHD, of het is een heel diffuus spectrum. Mm-hmm. En ik laat zien dat je daar door met elkaar te praten, door te vertellen over jezelf, door je omgeving voor te lichten, dat je daar best wel mee om kunt gaan. Mm. Maar zitten er ook nadelen aan dat open zijn? Zitten er grenzen? Zijn er grenzen in dat open zijn? Over jezelf? Nou, ik,
er zijn misschien wel nadelen. Je kunt ook wel weerstand ontmoeten. Ik weet niet of er grenzen zijn. En hoor jij wel eens dat er weerstanden zijn? Nou, je komt wel eens tegen, ja. Maar dat heeft de keren dat ik het tegen ben gekomen, heeft het vooral te maken met dat mensen een heel eenzijdig beeld hebben. En als het lukt om dat beeld te nuanceren, om te laten zien dat de autist niet bestaat, maar dat het voor elke persoon anders is, dat je mensen niet alleen in defecten kunt definiëren, maar ook dat je samen kunt kijken naar mogelijkheden, dat je elkaar kunt aanvullen. Vaak verdwijnt de weerstand dan, of het beeld wordt genuanceerder. En mensen zijn wat terughoudender in een oordeel vellen. Ja. We hebben het over kwetsbaarheid ook als begrip, ja. Hè? Het tonen van je kwetsbaarheden. Ja. Wees daar open over. Wat als je nou terugkijkend op de afgelopen jaren naar jezelf kijkt, wat heeft het jou opgeleverd? Nou, wat het mij opgeleverd heeft, dat ik ook... ik heb meer inzicht in mezelf gekregen, waardoor ik ook beter kan vertellen waar ik behoefte aan heb. Dat kan best wel afwijken van andere mensen. Ik wil soms bijvoorbeeld wel even alleen zijn. Maar ook dingen die als leidinggevende of in een groepsverband lastiger zijn voor mij. Ik heb heel snel een oordeel klaar. Ik wil het liefst zelf een beslissing nemen. En als ik dat weet en als ik daarover vertel met mijn collega's, dan kan ik daar ook veel betere feedback over krijgen. En ik kan ook accepteren dat andere mensen uit mijn omgeving dingen beter kunnen inschatten. Ja. Heb jij ook het gevoel dat het verbinding heeft opgeleverd van anderen naar jou toe? Zijn ze dichterbij gekomen? Jawel, dat gevoel heb ik wel. Omdat je elkaar beter begrijpt. En omdat je meer verduidelijkingsvragen gaat stellen. En dat je een oordeel opschort eigenlijk. Dus ik heb dat gevoel wel in verschillende samenwerkingsverbanden gekregen. Je moet er wel in investeren. Het gaat niet vanzelf. Nee. En ook blijvend investeren, denk ja, ik. Ja. Het is nu een weg die je ingeslagen bent en die jou veel heeft opgeleverd. Ondertussen komen er ook reacties binnen. Dus ik kijk ondertussen op de klok. We zijn al een kwartier onderweg, dus dat gaat best hard. Ik stel voor dat we nu wat tijd nemen voor de reacties die we hebben binnengekregen. Dat zijn reacties via de chat en dat zijn reacties die we al eerder hebben gekregen. Ik lees een vraag voor. Heeft Mark alleen positieve reacties gekregen of heeft hij ook negatieve reacties gekregen? En wat heeft hij daar dan mee gedaan? Echt negatief in de zin dat er een oordeel over mij geveld werd, niet. Tenminste niet waar ik bij ben. Het zou best wel kunnen dat als ik het niet hoor dat die wel komen, daar heb ik minder zicht op. Wel mensen die zeggen van, oh wat erg voor je. Hm. Dat soort reacties krijg je wel. Nu kan ik daar beter mee omgaan. Toen ik net mijn diagnose had, weet ik eigenlijk niet zo goed hoe ik daarop moet reageren. En dan ga je een beetje de slachtofferrol in. Terwijl ik geen slachtoffer ben. Het is niet mijn schuld dat ik autisme heb. Dus wel, je kunt mij wel aanrekenen als ik niet probeer daarover te communiceren. En in mijn omgeving daarmee om probeer te gaan. Ja. Ik heb hier ook een reactie die we eerder hadden binnengekregen. Van de Dalai Lama, maar dat zal een schelwoord zijn. Het woord autisme moet je niet gebruiken. Want mensen vullen dat dan zelf in met hun vooroordelen. Je moet het over je kwetsbaarheden hebben. En laat dat woord autisme maar zitten, is het voorstel. Ik weet niet of je dat woord autisme moet vermijden. Want dat heeft ook te maken met stigma en beeldvorming, wat gewoon in de samenleving heerst. Mijn insteek is betere beeldvorming. Uiteindelijk zou ik in deze maatschappij wel inclusieve scholen, inclusief werk en een inclusieve maatschappij willen hebben. Mm-hmm. Waardoor het veel minder erg wordt. Waardoor het een minder beladen begrip wordt. Want het woord autisme is gekoppeld aan het woord stoornis. Zo staat het in de DSM. Ja. Maar je kunt daar ook een ander woord voor kiezen, dat het misschien een andere manier van ontwikkelen is. En die is niet fout. Alleen dat is wel de connotatie die mensen ermee hebben. Ja. En ik denk dat mijn insteek is dat ik probeer die connotatie te beïnvloeden. En dat het begrip zelf prima kan blijven bestaan. Ja. Tot slot, we houden van tips. Heb je nog een tip? Blijven volhouden. Laat jezelf niet alleen in defecten definiëren, maar probeer ook te zoeken naar wat je wel kunt.
De focus is altijd op wat mensen niet kunnen en wat er moeilijk voor je is. En dat moet je niet bagatelliseren, maar dat is niet het enige. Je bent niet je diagnose, je bent zelf gewoon een mens met autisme. En er is maar één persoon die het beeld wat iemand heeft over jou kan veranderen en dat ben je zelf. Nou, mooie slotwoorden. Bedankt voor jouw verhaal en dat je dat wilde delen. Ja, graag gedaan. Ik wil graag nog even aandacht vragen voor wat informatie. En dat gaat dan natuurlijk over het thema van vanavond. En dat is werk en open zijn. Zo is er een website Autisme Wegwijzer. U ziet hem nu in beeld. En onder het kopje werk staat hele handige informatie die je kunt gebruiken als je op je werk wilt vertellen over je autisme. Daar vind je ook een domein over veiligheid. Veiligheid is een onderwerp wat ook veel aandacht krijgt op deze website. Want je moet je veilig kunnen voelen om over jezelf te kunnen praten. Nou, wat houdt dat dan precies in en hoe beoordeel je dat dan? Dat staat daar ook allemaal op. Dus lees die informatie eens voordat je daarmee aan de slag wilt. En dan is er nog een tweede website waar ik aandacht voor vraag. En die heet UAZ. U ziet hem hier. Deze website staat vol informatie, handreikingen, tips enzovoort voor werkgevers of mensen die te maken hebben met nauw betrokken zijn bij mensen met autisme. Ook een erg goede website, vind ik zelf. En dan tenslotte nog aandacht voor de website Autisme ten Top. Ook daar wordt veel aandacht besteed aan werk en autisme en de relatie. Dit was het voor nu. Ik bedank u allemaal voor de reacties. Er zijn toch aardig wat mensen in de chat geweest. Ik bedank jou nogmaals voor je aanwezigheid hier en je verhaal. En ik zie u graag terug bij een volgende uitzending.